Two things are gonna happen. First, that phone over there is gonna ring. Second, you're gonna be wearing these cuffs. Just gonna keep on ringing. Who the hell are you? I'm the guy you didn't count on. Jack Reacher, Purple Heart, Silver Star, you're a legend. What else have you heard? I need your help. Someone killing soldiers. Men that used to be under your command. It's time to start hunting. I don't know your role in this year. I promise you, I'll find out. Nothing to find. Maybe I rip your arm off. Beat you to death with it. So you gotta fight. Reacher's too close. How's it going? I don't like being followed. We know you're a dead man. One of us is, that's a certainty. Is that fear I hear in your voice, Jack? What you hear is excitement. Sorry, he's not feeling well. You might want to use this one. Welkom bij een nieuwe Planet Zone Toon Movies, waarin we onder andere achter het geheim aangaan van Bridget Jones. Wie is de vader van haar nog moeten komen kindje? En gaan we naar de spannende film Nerf en de best wel pikante animatiefilm Sausage Party. Welkom bij een nieuwe Planet Zone Toon Movies. Sausage Party is misschien wel een van de allereerste animatiefilm die de kijkwijzer 16 jaar en ouder krijgt. Ja, dit is inderdaad, zoals de titel al zegt, not a kids movie. Nee, ik heb in mijn leven nog nooit een animatiefilm gezien waarin zoveel het woordje fup in voorkomt. En dat komt echt heel vaak voor. Het verhaal gaat over een grote supermarkt. En al deze producten in deze supermarkt, die komen tot leven. Die hebben een leven. En wat hun eigenlijk voor bedacht is dat als ze eenmaal worden meegenomen door de klanten van de supermarkt, buiten de supermarkt, dat hun een rijk en leven aan hun voeten ligt. Een leven waarin ze met liefde worden behandeld en waarin de goden hierin, de mensen, hun alle aandacht geeft die ze nodig zou hebben. Nou, dit blijkt dus niets minder waar. Want ja, als ze eenmaal buiten komen, dan worden ze gewoon verorberd. En dat is dus nu aan de hand. Er is nadat een mens meegenomen naar buiten. En hij probeert te ontsnappen uit de keuken van een moordlustige vrouw die wel lekker met haar eten omgaat. Hij probeert een weg te vinden terug naar de supermarkten om iedereen in de supermarkt te waarschuwen. Want dit kan nog wel eens heel erg naar gaan uitlopen. Want als iedereen denkt dat ze eenmaal uit de supermarkten een rijk en fantastisch leven tegemoet krijgen, dan komen ze bedrogen uit. Ze moeten gewoon al eenmaal de waarheid weten. En dat zien we terug in Sausage Party met een verrassende stemmenkast. En natuurlijk een hele hoop fuck. Sausage Party drijft vanaf nu in de bioscopen. Alleen in de originele versie. Welcome, shoppers. Ketchup, mustard. Oh, sausages and buns. I can't be everything you want. Straight boys! Hey, look at this! We've got one! Yes! We're chosen! Yes! 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 Yeah! We've been chosen together! Hey, Brenda, you and me. I'm so happy the gods put our packages together. It's because we belong together. It's like we were made for each other. Get ready, boys! Oh, feels amazing! Oh, yes! I'm the first to enter eternity! The pipes are coming. Oh, Jesus, fuck! Oh, gummy skin!
skin! She's peeling me what? Fucking skin! The fuck! Oops. They're eating children! Fucking children! So, you have learned the terrible truth. I gotta tell everyone! No one will believe you. I have to try. Everyone will die otherwise. Oh, yeah, that's a good point. Fuck me, right? Shake with your run for your fucking lives! I hate you. Overstated. Once you see that shit... it'll fuck you up for life. Good luck. Have fun. Met Jones eigenlijk alleen maar in een heel erg saai en alleen leven terechtgekomen. Op haar 43e verjaardag, die zij wederom alleen viert, alleen thuis, is het eigenlijk tijd dat is de collega's die zeggen van Jones, het is tijd voor andere tijden. We zien naar een wild weekend en dat gebeurt ook, want ze nemen haar mee naar een muziekfestival in Engeland. En daar ontmoet ze de onweerstaanbare Amerikaan Jack. En Jack is een multimiljonair. En Jack wordt gespeeld door Patrick Dempsey. Patrick Dempsey kent een foto uit een ziekenhuisserie. Zij en Jones belanden 's avonds in de tent. En ja, die tent, ja. Twee aantrekkelijke mensen samen in één tent. En het is avond. Dat betekent natuurlijk alleen maar lol. Maar ook diezelfde lol, die maakt zij ook mee in diezelfde week nog, als Mr. Darcy weer terug in haar leven komt. En dan als ze ook nog eens plast over de Cool Blue Digital, het zwangerschapstestje dus, en die haar aangeeft dat ze zwanger is, dan gaan alle alarmbellen rinkelen. Want ja, wie is dan in godsnaam de vader van haar nog te moeten komen kindje? Bridget Jones' Baby is alweer de derde film in de filmreeks van de Bridget Jones. En tussen 2 en 3 is dat een aardig tijdje. Nu zijn ze terug met deze geslaagde comedyfilm. Bridget Jones' Baby drijft vanaf nu in de bioscopen. Okay everyone, hard news, going live in 10. You could always try online dating again. 6. The other night I was on Tinder. 4. Half an hour later I'm having a three-way with... Hugh. Prince Andrew has just written his first children's book. You did that on purpose. Seriously, it's been 5 years since you broke up with Mark. What you need is some sex. Ding dong. So it lasted 6 hours. What lasted 6 hours? A puppet show that Auntie Bridge went to. There's still a lot I don't know about him. How much you need to know, he's gorgeous. And he has a pretty nice sized puppet. Okay, can I just get the godparents now, please? Awkward. Maybe give her a little kiss, you know, on the forehead there. I was talking about the baby. Can't go back and keep making same mistakes. I'm pregnant. When I can make new ones. So you have no idea which of us is the father? Surely one of those dates is more likely. They're both equally likely. So do bring along the father if you can work out which one he is. For better or worse, fate has brought us together. Both of you, stop it. I brought you a nice tea. Thank you. I brought you a super juice. Oh. Let me carry that for you. Thank you. Can I carry your phone? Who do you want to be the father? I don't know. Standing in a crowded room and I can't see your face. Are you in love with him? I have been in the past. Put your arms around me. Tell me everything's okay. I could be. One day. Oh, God. Oh.
Good God, Bridget, you're immense! Don't drop her! Which of you is the father? I am. Ah, I was wondering how many fathers we'd get. Full house. Bingo! So exciting, isn't it? It's like the final of the X Factor or something. Dial 01 if you wanted to be Mark and 02 if you wanted to be Jack. In de film Nerve volgen wij hoofdspeelster V. En V is eigenlijk een meisje wat niet zo heel veel durft. Ze loopt een beetje mee met het populairste meisje uit haar klas. En ze treedt een klein beetje op de achtergrond. En het populairste meisje laat ze lekker alles doen. Maar als het populairste meisje juist net iets doet wat tegen haar principes aanstoot, besluit zij om uit haar schulp te kruipen. En dit doet zij door middel van de populaire app Nerve. In de populaire app Nerve krijgen de spelers die het spelen krijgen een opdracht. En deze opdrachten krijgen ze van de mensen die kijken. Het werkt zo. Zodra jij de app installeert, krijg jij de twee vragen. En dat is de vraag namelijk, ben jij een speler of ben jij een kijker? Toets jij in, ik ben een kijker, dan is jouw taak om alles te registreren met je telefoon. En je kan meekijken met de spelers. Plus, jij kan de opdracht bepalen voor de spelers. En deze opdrachten kunnen ver uitlopen van het zoenen van een wildvreemde persoon tot zelfs het aanraken van een pistool van een NYPD cop. En op één dag treffen twee spelers elkaar. V ontmoet een knappe jongen en deze jongen die ze toevallig haar eerste opdracht mee heeft gedaan, namelijk zoenen. De kijkers, bepalen dat ze opdrachten vanaf nu samen moeten gaan uitvoeren. Ze moeten een team vormen. En terwijl hun steeds populairder worden ook de mensen eromheen steeds. Ze branden steeds meer op nieuwe opdrachten. En deze opdrachten worden dan ook gevaarlijker. Zo zit er een opdracht bij waarom ze 100 km per uur op een motorfiets moeten rijden door de straten van New York. En dat geblinddoekt. Nerve. Eenmaal je in de app Nerve zit, kom je ook eigenlijk niet meer zo makkelijk uit. Want eigenlijk bestaat de app uit drie vragen. We hebben de spelers, we hebben de kijkers, maar we hebben ook de gevangenen. Want je kunt ook gevangen zitten in de app. En als je eenmaal gevangen zit, kom je daar niet zo makkelijk uit. En wie wil eigenlijk ontsnappen uit de app Nerve? Want dat wordt gewoon te gevaarlijk. Want eigenlijk is het, de hele app is gehuld in anonimiteit. Er zijn geen servers waarop dingen zijn terug te halen. Namelijk als de speler de app aanmaakt, is hij van zichzelf al de server. En dus kun je niks meer terughalen, niks meer crimineels, niks. En eenmaal erin, kom je er dus niet meer uit. En ook als je verliest niet alleen, je verliest gewoon je reputatie en heel veel mensen die kijken. Maar je verliest ook al het geld wat je al die tijd hebt gekregen voor je opdrachten. Je krijgt geld, iedere keer als jij een opdracht behaalt. Het eerste bedrag is 100 en dat kan zomaar oplopen tot $1500. De vrienden van Vee willen haar ontzettend graag uit de app halen. En Vee wil dat ook ontzettend graag. Want dit kan zo niet langer. Het wordt alleen maar gevaarlijker. En of ze dat gaat lukken, dat zie je terug in de film Nerve. Hij drijft vanaf nu in de bioscopen. Welcome to Nerve, a game like Truth or Dare, minus the truth. Watchers pay to watch, players play to win, cash and glory. Are you a watcher or a player? Are you a watcher or a player? Is this legal? B, life is passing you by, you need to take a few risks every once in a while. Kiss a stranger for 5 seconds? Kiss me, you know. Just kiss that guy. Okay, bye.
Apparently the Watchers want me to team up with you. I don't think I'd make a very good partner. Stay. Let's see what else happens. Okay. Is that me? Do you know where I can find this dress? You look very pretty. Let's go, come on. I'm not chopstick. Look, we don't have a choice. Technically, it just says we have to leave the store. Big fan. Dollar dollar bill, ya. Hold on, I'm just doing the wine, Daddy. What? He's kidding. Let's have a little bit of anarchy. What the hell is going on? Watchers stole our identities. You are our prisoner. We control your life. Officer, I need help. Gee, don't do this. The only way out is to win. All right, remember, you're my eyes. No way. Faster! Kijken voor deze Planet Zone to the Movies. Volgende week zijn wij er weer met onder andere de nieuwste film van Tim Burton. Wil je kans maken op onder andere dit Sausage Party t-shirt? Kijk dan op onze site voor meer prijsvragen. En we geven ook deze Bridget Jones baby tas weg. Dus tot de volgende keer. There's something I need to show you. Promise to hold on tight. What's happening? There's a new come meet the others. We're what's known as Peculiar. For centuries, Hollows hunted us for our powers. The only thing stopping them from destroying the world is us. Go now! Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. 29 September in de bioscoop, ook in 3D.